Yo guys, jullie kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Stino en vandaag gaan wij Domination spelen op Modern Warfare Remastered. Ik had dit spel een tijdje geleden eventjes verwijderd van mijn PlayStation, omdat ik het ook niet echt heel veel speelde. En ik had ruimte nodig, alweer zoals eigenlijk altijd. Dus ik heb het weer opnieuw geïnstalleerd, duurde wel even een tijdje, maar dat maakt niet uit. We gaan vandaag met AK-74U Silence spelen. Ik ben heel erg benieuwd, het was een van de favoriete submachine gunnetjes van mij ook. Onder andere op Modern Warfare Remastered, zolang ik het gespeeld heb. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe dat vandaag weer gaat spelen. Eén klein dingetje, voordat ik echt keihard ga beginnen. Ik had hiervoor ook al een potje Domination opgenomen, alleen mijn stem faalde weer heel erg. Hij ging weer 10 keer zwaarder dan dat hij eigenlijk hoort te zijn. Dus dat was het meest intensieve potje Domination ooit. Dat zeg ik alvast. Ik weet niet of dit potje nog intensiever kan worden dan dat het was. Ik hoop het wel. Want het was echt, jongens, intensiefste potje ooit. Echt, ik denk dat deze Domination van Modern Warfare Remastered toch wel het meest intensieve Domination is van Call of Duty. En dat vind ik echt... Ja. Dat, nee. Nee, het was echt langzaam, jongens. Ik speelde op de broadcast. En dat speelde gewoon echt langzaam. Maar ook gewoon met een hoofdletter L. En eigenlijk waren alle letters hoofdletters. Oh mijn god, hij zit achter het camp. Oh my god. Ik heb die XL-ding ook, hè. Pas op, hè. Straks ga ik hem eruit trekken. In ieder geval, we zijn dus nu bij het heden en niet meer bij het verleden. En ik ben gewoon heel erg benieuwd of wij gewoon een keertje een leuk potje Domination kunnen gaan spelen. Want ik vind Domination een van de leukste game modes die er namelijk is op een Call of Duty. Dat is gewoon... Het duurt lang, je kunt dikke kills maken, je kunt van alles halen op de Domination. En dat mis ik eigenlijk best wel heel erg op alle tweede Call of Duty's van dit jaar. Op Infinite Warfare en op Modern Warfare Remastered. Dus dat vind ik een beetje jammer. Sinds ook gewoon de meerderheid van bijvoorbeeld Infinite Warfare spelers geen Domination speelt, maar een Team Deathmatch potje speelt. Of een Free For All potje speelt, of whatever. Alles... Behalve Domination. Dat vind ik gewoon heel erg jammer. Dus ik hoop dat we dat met World War 2... Dankjewel team. Echt supergoed. GG maat. Naar jou. Echt waar. Maar ik hoop echt dat we met World War 2... Weer een intensief potje Domination kunnen gaan spelen. En ook gewoon vooral een beetje wat kleinere mappies, weet je wel. Dat we gewoon lekker fast pace weer Domination kunnen spelen. Want dat mis ik gewoon heel erg. Dat had je heel veel Modern Warfare Remastered. Black Ops 2 had je dat gewoon intensief. Black Ops 1. Modern Warfare 2 ook zowat, zolang ik het heb gespeeld. En ja, zoals ik het al de hele tijd zeg, dat mis ik gewoon heel erg op een Call of Duty. Dus Sledgehammer, doe je best alsjeblieft dit jaar. Jullie zijn de boys van dit jaar, echt geloof me. Ik hoop echt, echt van harte dat het echt een hele vette Call of Duty wordt. Dit is een single fire, is het, you know? Oh mijn god, ik ben zo goed met de G3. Ik hoop het echt, ik hoop echt dat World War 2 echt weer een heerlijke Domination game mode gaat krijgen. En dat mensen ook gewoon weer denken van, nou, ik wil voor het meeste gedeelte... Ik ga het nooit raken met de submachine gun. Voor het meeste gedeelte denken, nou ja, laten we lekker Domination spelen in plaats van een Team Deathmatch of zo, weet je wel. Dat hoop ik echt. Oh god. Jezus, Mina. We gaan zo goed op Domination, want ze zitten lekker op hun vlagje te campen. Goed zo. Doen ze goed. Lekker fast pace, jongens. Ik word van achteren. Oh, hij zit daar. Ja, dat ga ik toch nooit raken met deze submachine gun, jongens. Oh, ik moet echt een beast aim hebben. Weer staat hier niemand, hè? Ja, ze lopen allemaal naar die B-vlag toe. Oh. Wat nou allemaal? Ik zei helemaal niet allemaal. Wat, hè? Dit ook, jongens. Ze blijven allemaal aan deze kant van de map. Ga lopen of zo. Je hebt benen, vriend. Oh, mijn god. Are you kidding me? Oh, nee. Kom maar. Kom maar, ik ben niet bang. Teammate, pak ze... Oké, teammate ging dood. Top. Hoi. Oh, kut. Ze hebben een UAV. Ze weten nu waar ik lig. Kom maar. Kom maar. Ga maar proberen me door mijn kopje te nakken. Probeer het eens. Hi. Haha, bitch. Nou ga ik even hier zitten. Kom maar. Ja, ze zitten nu allemaal daar. Dat ga ik nooit meer redden. Ja, zie je? Dat bedoel ik dus. Oh, echt waar. Allemaal op B. Ik ga ook gewoon hier weg. Toedeledokie. Het is ook gewoon een granaat. Wat denken deze mensen? Pre-firen. Oh nee, pre-aimen bedoel ik. Die moet ik hebben, dankjewel. Oh, er zit er nog één. Ja hoor! Wat? Kom maar. Ik ben niet bang. Er zit er nog.
Kom dan. Zit ook weer naast me. Daar. Daar. Fuck it. Haha! Ik heb een airstrike, wacht. Oh my god. Oh my god, hij loopt zo langs me. Hij loopt zo langs me, die man. Wacht. Even hier kills maken, hoor. Nou, hopen dat die airstrike niet over mij heen komt. Nee, die komt echt precies daar. Dan heb ik een Helios goed. Dus ja, toppie. Hoppa, oké. Okay, pushen. Pushen. Ga met die banaan. Oh. Ah, crap. Maakt niet uit, maakt niet uit. We hebben tenminste die heli. We gaan nu even pushen. Even vlaggen. Oh, ik heb die heli geroepen op de laatste van de helft. Shit. Oké, okay, dit was niet slim. Dit is niet slim wat ik heb gedaan. Ik heb hem dus aan het einde van de helft gedaan. Het is dus dat we per helft weer gaan switchen, zeg maar. Dat vind ik ook heel erg jammer aan de domination. Kijk, nou heb ik dus mijn heli erin. Alleen, ja, nou maakt hij wel leuke kills. Alleen, ja, oké. Okay. En nu eindigt de ronde. Dit was niet zo heel erg slim voor mij. Eerlijk gezegd. Shit. Maar dat kan gebeuren. We halen straks gewoon nog een keer een helikopter. En ik hoop dat ze dan gewoon niet zitten te campen. Ik zat ook eigenlijk even aan het einde. Ik ga 15-7, man. Dit is het meest intensieve potje Call of Duty ooit. Domination bedoel ik. Dit is gewoon 2.0 van wat we net hadden. Of wat ik net had voor deze opname. Shit, sorry. Ah, oh, nou hebben ze... Serieus, teammates nakken meteen. Lief meteen ook. Dat is echt bullshit, gast. Ah, dat vind ik nou echt jammer dat ze dat doen. We kunnen makkelijk winnen namelijk. Of we schieten die heli eruit. Of we zorgen gewoon dat we tactisch spelen. Die heli is op mij aan het richten. Kijk maar, hij draait zich de hele tijd om, die heli. Geniaal hoe die heli werkt hierin, jongen. Oké, nu lopen wij even door. Ik hoorde achter me allemaal granaten, weet ik veel wat. Oh my god. Dit is slecht. Grapje. We hebben een heli. Ik niet. Ik had een heli. Yo, wat zit jij hier te campen, man? Ik heb een airstrike. Even wachten, hoor. Ik haal ze hier even allemaal weg. Oh, hoi. Shit! Ja, of ik werd gepusht, weet je. Ik kan dan net zo goed even gaan koekeloeren. En nu pushen, jongens. Nu moet... Oh, nu moeten we al helemaal pushen. Nu moeten we al helemaal pushen. Ik heb gewoon weer bijna een nieuwe. Nu moeten we pushen. Please, jongens. Push voor die B-vlag. Oké, we moeten nu die B-vlag hebben. Ik ga even hier zitten. Ik ga even die vlag namelijk cappen. Niemand anders doet er namelijk van teammates. Super awesome. Ik ga ze allemaal even stunnen. Opflikkeren. En dan rennen we weg. Kijk. Teammate met de triple grenade. Clutch. Je weet. Oké, airstrike. Ik ga hem hier pleuren. Fuck die shit. We verliezen C. Dat is kut. Kan gebeuren. Die gaan we gewoon weer terugpakken. Let op. Oké, okay, geen kills met de airstrike. Maakt niet uit. Want we hebben nog één kill nodig voor de heli. En ik hoop dat ik even niet... Oké, okay, ik kan niet over het muurtje heen springen. Maakt niet uit. Oké, okay, even rustig aan nu, hè. Oké, okay, UAV's hebben we aanstaan. Top. Daar heb ik nog één kill nodig voor die heli. En dan... Zo, dankjewel teammate. Dan heb ik nog één keer nodig voor die heli. En dan... Nee, daar ligt hij niet. Kut. Nou weten ze mijn plek. Enemy UAV is airborne. Nou, nu helemaal. Ik heb hem. Oké, okay, heli inschakelen. Hoppa. Oké, okay, nu knallen. Nu knallen. Come on. Ga met die hap. Oh, dat stinkt uit. Ah, hij had die UAV. Dat begrijp ik best. Oké, okay, heli's. Kom op. Heli's, heli. Zolang die heli een beetje bij Blee blijft haken. Oh, hij, zit op de, hij ligt op de grond. Dat zag ik heel erg goed. Zolang we A of B en C houden, dan hebben we dit gewonnen. Zolang we dat houden en die heli blijft er even voor een lange tijd in, dan ben ik blij. Stinkdier, hoppakaas. Stinkdier, jongens. Zitten allemaal daar met de G3 of die XMLR. Nou, dan gooi ik even een granaat daarheen. Zo, alsjeblieft. Ah, oh, nee, niks. Oké. Okay. Hello, mate. Uh-oh. Doei. Daar zit er één. Ah! Ze zitten allemaal daar, jongen. Ze zitten allemaal daar. Die heli kan ook amper een kill maken, omdat ze allemaal... Shit. Dit gaat belangrijk worden. Nee! Nee! Geen knijven! Geen knijven! Oh, nee, nog één! Shit! Oké, okay, nou moeten we weer. We moeten weer een vlag cappen. Ik ga naar C toe.
C is op dit moment even de makkelijkste vlag om te cappen namelijk. Want daar zit bijna niemand. Behalve één iemand. Volgens mij zit hij daar eentje keihard op die... Oh, pak die B-vlag ook nog. Hand eraf, dank je. Weg, ga weg. Blijf van de vlag af. Jongens, we moeten even een vlag cappen. Ik ga wel in mijn eentje naar C toe, want anders redden we dit nooit. Enemy UAV airborne. Ik gooi hier voor zekerheid iets, voor het geval iemand een ghost heeft. Pak ik C. Kom op jongens, ik ben de hele tijd vlag aan het cappen. Please. Oh my god. Bescherm die vlaggen dan of pak vlaggen. Oh, ik doe dit weer allemaal in mijn eentje. Ik ga niet veel zeggen, maar teammates, ja hoor. Ik kan weer geen goede teammates vinden. Ja, oké, dit hebben we verloren. Ik kan geen teammates vinden, man. Teammates zijn gewoon slecht. Ik hou zelf in mijn eentje bijna die B-vlag. Hij nakt me in twee kogels. Goed zo. Pak die A-vlag. Nee, pak die A-vlag nu. Maakt niet uit of ze hier staat. Ja, daar staat er. Maar ik heb hem. Kom op. Dit kunnen we nog redden, jongens. Oh, ja, dank je. Oh, ik heb hem tenminste wel. Kom op. We moeten nog een vlag hebben, jongens. Kom op. Ik ben echt aan het zweten als een motherfucker hiervoor, hoor. Echt waar. Ik wil echt winnen. Dit konden we winnen. Dit konden we winnen. Dit gaan we niet meer winnen. Want teammates zijn gewoon... Overal heen. Die willen gewoon kills maken. Die willen niet eens winnen. Oh mijn god. En hij nakt me ook nog eens met de sniper. GG. Nee, daar ga ik gewoon GG op zeggen. Dit gaan we niet meer winnen, helaas. Oh, daar zit er een. Wauw, stinkt die? Kun je nog dood? Dankjewel, zeg. Jesus Christ. Het maakt niet uit dat ik daar dood ging, maar... Wauw. We hebben 20 punten alsnog verloren, hè. Dat vind ik dus het ergste. Dit vind ik dus het ergste. Ik ga 43-21. Niet de beste score, maar ik maak wel gewoon veel kills. Ik heb 6 captures. Ik heb 5 defense. Ja, ik kan er niks tegen meer doen. Weet je, dit is gewoon een... Wauw. Oké, nee, we hebben verloren. Dit is gewoon een game mode die je met teammates moet doen. Met vrienden of iets. Want dit gaat niet werken. Ik sta er volgens mij ook letterlijk als enige positief op Modern Warfare Remastered. En ik zei net al van... Oh, meestal is dit potje. Het was best wel intensief. Het speelde gewoon lekker. Alleen, kijk, 8 om 16, mensen lieven in mijn team. Dat heeft geen zin, man. Jammer, gemiste kans. Gemiste kans. Maar, zoals ik al zei, ik hoop wel dat Domination wat intensiever wordt. Bijvoorbeeld ook op World War 2. Want, zoals ik al zei, ook Domination is niet echt meer speelbaar op Infinite Warfare of Modern Warfare Remastered. Op Modern Warfare is dat nog wel een beetje. Black Ops 3 speel ik het ook nog best wel vaak. Maar, ja, ik hoop dat ze het lekker gaan doen met World War 2. Dus mocht je deze video leuker gevonden, druk uit het blauw duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn kanaal, zie ik natuurlijk ook mijn kanaal uit vermist. Video's. Abonneer je op mijn kanaal. Wil ik bedanken voor het kijken naar deze video. Dank jullie wel voor alle support ook op de video's die online zijn gekomen. En voor alles gewoon op Twitter, Instagram, weet ik veel wat. En zie ik weer bij de volgende video. Later jongens.